Een hele goede morgen en welkom bij weer een nieuwe video van mij. Het is zaterdagmorgen en ik loop nu net op Amsterdam Centraal. Het is helemaal geen mooi weer, het is echt vreselijk regenachtig. Het is koud, het is suf. Maar ik ga weer een nieuwe dag in de salon werken en het wordt super druk. Dus ik dacht, ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik heb echt 11 klanten gewoon strak achter elkaar geboekt. Zowel wimpers als wenkbrauwtjes. Alles door elkaar. Dus ik ga jullie weer lekker een dag meenemen. Dan kunnen we even zien hoe het eraan toe gaat. Wat ik vooral heel erg leuk vind om te ervaren is dat ik zoveel positieve reacties krijg van alle mensen die kijken naar mijn video's van de salon. Ik merk dat ik echt dubbel zoveel klanten krijg. En blijkbaar doe ik mijn werk zo goed dat mensen het zo leuk vinden. Want ik zit gewoon volgeboekt inmiddels. Dus dat is echt heel positief. Ik begin de dag met een avocado. Oh, ik heb echt mijn stekkertje in mijn handen. Ik begin echt de dag met een avocado spinazie shake. Zit er wel voldoende antioxidant in. Vind ik wel lekker. Kan ik wel gebruiken met het weer. Och, mensenkinderen. Oké. Ik zal meteen eerst mezelf maar eens even fixen. En as usual beginnen we de dag met een beetje de vlekjes wegwerken. Ik heb hier nog steeds een paar van die pigmentvlekken van die behandelingen die ik gehad heb. Mijn wenkbrauwen zitten er nog niet echt op zoals het moet. Daar ging je anders. ik gebruik hier de oranje concealer Enlightened van Jane Iredale. Die is super mooi voor pigmentvlekken. En het mooie is zelfs daarbij, als je hem een tijdje gebruikt, dan merk je gewoon dat je pigmentatie minder wordt. Dus hij haalt het ook echt, hij haalt het pigment gewoon uit elkaar. Daarnaast is hij gewoon super, super verzorgend en hij dekt echt fantastisch. Toch, omdat deze oranje is, gebruik ik daarna een gele concealer van MAC, de NC42. Heel lichtjes met een blendpenseel van Technics, Real Technics. Van Real Technics. Echt alleen met de puntjes van de haartjes. Ga ik er heel lichtjes over en dep ik dat een klein beetje aan. Oh my god, he wears make-up. The fuck yeah, I do. Dag vriendin. Hallo. Wat voor dag wordt het vandaag? As you can see. Ik het wordt een heftige dag, hè? Het is een heftige dag. Het is net kerst weer. Ja, inderdaad. Het is net kerst. Maar de hele week, hè? Ja, maar we hebben er wel zin in. We zijn echt op tijd, we're good. She is all up and mega. Ze is echt overbelicht. Kom eens uit je lamp. There you are. Hi, tired lady. Oh, hello. Nou, maar ik heb het echt wonder als je kunt zien. Want zij heeft niet geslapen vannacht. Jee. Maar was het wel leuk? Ja, was wel gezellig. Hier staan inderdaad. Ja, was leuk? Ja, was gezellig. Waar waren jullie eigenlijk in Utrecht? Als je me vraagt. Tivoli. Ja, dus. Hè? Ik loop echt ergens naar binnen. Ja. En ik denk, hey, leuk. Lekker eten, wacht. All up in make-up, concealers en poeders. En mijn bril op mijn neus, want ik moet weer even verder kijken natuurlijk. Dan mijn neus lang is. In dit geval zit mijn volgende klantje in mijn stoel. Ik moet haar opvullen. Ze is 2 weken geleden bij mij geweest. En het zit er echt nog heel mooi op. Maar ik ga jullie even weer voor en na laten zien. Zo, als jullie kunnen zien, is er her en der zijn er wat haartjes uitgevallen. Maar puur alleen de extensions zijn eruit, want ze heeft van zichzelf nog gewoon haartjes ertussen. Dus die gaan we even opvullen. Oké. En we zijn weer klaar. Alles is weer opgevuld. Lengte 8, 9, 10, 11 en 12. En je mag even de camera kijken. Thank you. Oké, ik heb weer mijn volgende klant in de stoel zitten. Zij is hier gekomen vanwege de vlog van Monica. Heel tof. Maar zij heeft inderdaad ook hetzelfde last als wat Monica heeft. Niet zo heel veel wenkbrauw. Dus wat gaan we doen? We gaan er een project van maken. Ik ga het even laten zien. Wat wij doen, zoals je ziet, heeft ze eigenlijk al hele mooie wenkbrauwen van zichzelf. Ze zijn heel clean, ze zijn heel strak. Maar er mag zeker aan de onderkant, mag gewoon echt de rand bij groeien. Dus we gaan hier gewoon een project van maken. En met de zomer heb jij fantastische wenkbrauwen. Gaan we ervoor? Top. En dit is een naam. Ik heb inderdaad, net zoals bij Monica, eigenlijk voornamelijk laten zien hoe je wenkbrauwen kan tekenen. Ik heb ze op dit moment getekend met de dipbrow van Anastasia Beverly Hills.
Omdat je daarmee gewoon heel mooi op plaatsen kan tekenen waar je nog geen haar hebt. Dus, dat is het resultaat. Oh mijn god, jongens, ik heb even iets. Ik ben ergens achter gekomen. Zij hier is gewoon serieus de moeder van het zusje van Bibi. Dus dat katje wat wij hebben, wat altijd rond ons huis loopt, heb jij gewoon het zusje van. En die heeft kindjes gekregen. Hoeveel? Drie kleintjes. Dat is papa. Dit is papa Fendi. Oh, kijk nou. Oh, en dan hebben we een dit is Retje. Oh mijn god, wat schattig. Dit is dus een nichtje van Bibi. Het zijn allemaal neefjes. Allemaal mannetjes. Oh, het zijn allemaal mannetjes. Echt waar? Oh, hier hebben we de hele bus. Oh mijn Birky. God. En dat is het zusje van Bibi. Dit is het zusje van Bibi. Het is zij knap. Oh, kijk nou. Birky. Ja, Birkin. Dit of Birkin. Maar ik zeg eigenlijk Birky Ari. Birky. Ja, maak er maar wat moois van. Nou, ik ga mijn volgende klantje lekker overvallen gewoon met filmen. Ik zet gewoon een camera op haar hoofd en dit zijn haar prachtige ogen. Zij heeft een tijd geleden heeft ze bij mij wimpers gezet, maar ze heeft het toch echt weer even nodig. Dus wat gaan we doen? Een D-curl nieuwe set erop zetten. Mag je heel even je oogjes dicht doen? Dit is voor. Kijk, hier zitten er nog 3 verdwaalde. Zie je dat? Tadaa. En daar zit er ook nog eentje. En zometeen een nieuwe set. Zo, en we're done. D-curl, lengte 12. Kan ze makkelijk hebben voor die ogen. Mag je heel even dicht doen? D-curl, lengte 12. Mag je even open doen? Right there. Zo, wij zijn inmiddels weer een paar klantjes verder. Ik heb weer een nieuw in de stoel liggen. Het is wel mooi om weer even te laten zien. Zij gaat haar wenkbrauw bij mij laten doen. En ze is een keer eerder geweest, maar het is weer allemaal bijgegroeid, teruggegroeid. Dus ik ga het epileren, waksen, verven, bijknippen, alles ermee doen. Ik ga het even voor en na laten zien. There she is. Een hele mooie wenkbrauw van zichzelf. Maar we gaan het inderdaad even verven en waksen. En we zijn klaar. Dit is het resultaat geworden. Lekker naturel. En we hebben het alleen geverfd. Dus donkerblond en mooi naturel. Yes, there you go. En we zijn aan het filmen. Ik heb weer een nieuwe klant bij mij in de stoel zitten. Het zijn de zusjes Westra. Deze ken ik nog vanuit Zeist. Die zijn vaker bij mij in Zeist gekomen. Dus die komen nu bij mij in Amsterdam. En daar zit de een en daar zit de ander. Maar jullie hebben echt fantastische wenkbrauwen. Dus ik ga weer even een voor en na filmen voor jullie. Ik heb hier wenkbrauw 1 en 2. Jeetje, wat heb jij een mooie wenkbrauw. Jezus, wil jij eens in de camera kijken? Dames en heren, als iemand deze ogen ook verkoopt, wil ik ze graag hebben. Nou, dames en heren, dit is Nienke uit Zeist. Ze is nog vrijgezel en ben je gezellig? Nee. Sorry, ze is niet meer vrijgezel. En, nee, we hebben het nu even in de verf zitten. Ik heb, zoals jullie zien, weer een mix gemaakt van blond en bruin door elkaar. Zodat we net even wat meer definitie krijgen. En zometeen het eindresultaat. En dit is de final result. De huid is nog een klein beetje rood boven de ogen, maar dat laat ik met opzet even zo. Want het is toch beter voor de huid om er niet gelijk make-up op te doen. Maar de wenkbrauwen, dames en heren. Kijk, de wenkies. Dankjewel. Wat vinden we ervan? Ja. Zuster? Dit doet. Dan komt het weer. Komt ie zitten. En ik heb nu de zuster in de stoel. Dag kind. Hi. En dit is een voor. En je hebt het nu inderdaad bijgetekend een klein beetje, maar veel blonde haartjes eromheen. Dus we gaan hier eens even een model inbrengen. Tussen vader. Nee, toch een peper. Het zit keurig in de. Zoals jullie zien verf ik ietsjes hoger dan de wenkbrauw om een klein beetje een liftend effect te creëren. En ladies and gentlemen, the final result. Ook deze huid laten we nog even luchten zo. Dat is toch beter dan make-up er gelijk overheen knallen. Ik heb met taupe de wenkbrauw bijgewerkt, geverfd en gewaxt. Alsjeblieft. Dankjewel. Different day, different outfit. We zijn de volgende dag. Ik heb weer een nieuwe klant bij mij in de stoel liggen. Een heel knap meisje met hele mooie wenkbrauwen die eigenlijk helemaal volgegroeid zijn. En ik heb de eer om ze te mogen behandelen. Hier zit ze. Hoe heet je? Tess.
Tess. En ze komt helemaal uit Nijmegen. En ik ga jullie even naar voren en na laten zien. Zoals jullie zien heeft ze gewoon hele mooie volle wenkbrauwen van nature. Maar dat mag inderdaad even geshaped en gekleurd worden. So, before. Miss Beautiful Asian! Kijk eens, dit is Anna, het resultaat. Ik heb ze dus gewoon gewaxt, gekleurd en de huid weer een klein beetje hersteld met Jane poeders. Ben je blij mee? Ja, heel erg. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben eindelijk weer bij Lau thuisgekomen en ik heb een hele goede dag gehad. Ik ben helemaal kapot, hard gewerkt, leuk gewerkt, goed gewerkt en nou, gewoon even lekker thuis hangen. Lau op de bank. Jantino aan het kijken. Je bent kapot, Eske? Ik ben kapot. Als jullie een afspraak bij mij willen maken, stuur even een mail naar info@alfredohernando.nl. En wanneer kom jij weer bij mij in de salon, vriendin? Zo, dat is lange lijn, hé. Dat is lange lijn, hé. Ga je mij eens even mooi maken? Ja, even een keer weer changen of zo. Ja, graag. En wil je snel afspreken dat ik ook weer even langskom. Nou, zoiets. Ik hoor alleen maar leuke verhalen dat iedereen bij jou is. Ja, leuk hè? Iedereen wenkies en iedereen wimpertjes en ik niet. Ik heb het ook echt serieus heel druk of zo de laatste tijd. Dus het is dank jullie wel daarvoor. En voor de leuke complimenten trouwens. Ja? Oké, wij hebben Jandino opstaan en we gaan even lekker tv'tje kijken. Duimpjes. Abonneren. Naar haar scrollen. En check je later.